Afgelopen week was een misschien wel een beetje schokkende week voor het Nederlands voetbal. Eigenlijk speelde tegen Real Madrid. En het klasseverschil zie je eigenlijk met dit seizoen uh, toenemen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat dat ook uh, ja, niet anders kan. Of heel logisch is. Als je een enorme begroting hebt van honderden miljoenen. Tegen een begroting van dik onder de 100 miljoen. Ja, dat moet zich uitdrukken in betere spelers. In een grotere organisatie. En dat verschil is bijna niet, uh, niet te overbruggen. Dus het gaat om miljarden in het voetbal langzamerhand. Bij Asset hebben we het meegemaakt. Er komt een club uit Rusland waarvan de eigenaar 8 miljard heeft. Ja, dat is nu tegen, tegenaan te knokken. Uh, dat zijn clubs met rijke eigenaar, maar er zijn ook clubs, een aantal Spaanse clubs, die zich eigenlijk financieren door hun belastingen niet te betalen en door, door schulden te maken. Dat lijkt me wel een hele verkeerde situatie. Nou, Ik neem aan dat Platini daar toch druk mee bezig is dat over een paar jaar iedereen zijn begroting op orde moet hebben en dat dat soort gevallen niet meer kan. En dat er zo'n strenge begrotingsdiscipline komt, dat je toch wel uh, een level playing field hebt. Kan u zich dan voorstellen dat de UEFA op een gegeven moment zich zo sterk maakt dat ze tegen Real Madrid zullen zeggen van uh, dit jaar maar eens een keer geen Champions League deelname? Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar ik denk ook dat daar zoveel krachten zijn dat die dan toch wel weer een sluitende begroting krijgen. Ja.